Hey, welkom bij het kanaal van Lucky Bastard. Vandaag kijk ik naar de spelregels van Mycelia. En toen ik voor het eerst deze doos zag, dacht ik meteen, die wil ik hebben. Eén probleempje echter, I don't have mushroom on my shells. But now I do. In ieder geval, ik ga hier kijken naar de spelregels van deze deckbuilder. Als je niet eens weet wat een deckbuilder is, geen probleem, dat leg ik ook uit. En wil je weten wat ik ervan vind, dan volgt er binnenkort een review in de volgende aflevering van Bordspellen Nieuws. En de reviews. Om Mycelia op te stellen gaan we in het eerste spelletje deze shrine, deze tempel, moeten bouwen. En dat gaat misschien een heel karweitje worden, maar er staan instructies in de spelregels. Dus daarmee hoop ik dat het jullie ook lukt. Ik vond persoonlijk deze paddenstoel bouwen nog net iets moeilijker. En die plaatsen we dan ergens in het midden van de tafel binnen het bereik van alle spelers. Leg ook de dobbelsteen op het juiste veld, en dat is afhankelijk van het aantal spelers. Dus er zijn drie grote vakken. Het veld dat we als eerste tegenkomen wanneer we bij deze pijl beginnen, dat is voor twee spelers. Met drie gaan we deze gebruiken en met vier gaan we de laatste gebruiken. Dus stel dat we met drie zijn bijvoorbeeld. Dan hebben we vier opbouwkaarten. En neem er daar willekeurig eentje van. Het kan voorzijde, het kan achterzijde zijn, allemaal verschillend. Dus we hebben acht startopstellingen en iedere speler gaat die combinatie aan dauwdruppeltjes, wat deze voorstellen, op het bordje leggen. En de bordjes die je gebruikt hebben een voor- en achterkant. Voor het eerste spelletje kan je ervoor kiezen dat iedereen dezelfde kant neemt. Maar je kan, als je al wat variatie wil in het spel, kan je ook de omgekeerde kant nemen. En dan begint iedereen met een andere startsituatie wat betreft de kleuren. Maar dit blijft nog altijd hetzelfde. Dus laten we eens kijken. Zorg er altijd voor dat het portaal hier van boven ligt. En dan gaan we kijken. Dus links daarvan eentje. Een stap verder ook eentje. Rechts daarvan ook eentje. En zo gaan we heel dat bord vullen. Het zijn er altijd 20 als je dus even wil natellen of dat klopt. Dus misschien kan je er al 20 nemen en dan ze beginnen te leggen. Dan weet je of je iets bent vergeten. Nadat dat gebeurd is, kan je deze opstellingkaarten allemaal in de doos gooien. En deze kaarten, daar moet je er willekeurig eentje van nemen. Dat zijn de bevoorradingskaarten. En ook deze zijn tweezijdig, maar het maakt niet uit op welke zijde je die laat starten. Zoals je ziet heb ik ook voorraadjes gemaakt van alle gekleurde bladeren en de dauwdruppeltjes. Wat het bladeren betreft is het ook allemaal mooi als je ze op één herfststapel gooit. Dan hebben we een aantal spelregelkaarten. Dat zijn er twee in het Nederlands. Het zijn er ook nog eens twee in het Engels en in andere talen. Dus leg die tussen de spelers, zodat iedereen daarnaar kan kijken. Neem een stapel met kaarten en haal er onder andere alle kaarten uit met zo'n spelerssymbooltje. Er zijn vier verschillende spelerssymbooltjes. Maar alle andere kaarten hebben een blad rechtsboven. Dus die mag je verzamelen in één stapel. Dan hebben we de basiskaarten en de uitbreidingskaarten in deze deck zitten. En je kan ze onderscheiden door dit symbooltje hier beneden. Dus dat zijn de uitbreidingskaarten. Speel je een familiespel, is het je eerste keer en je bent nog niet zo heel bekend in de spellenwereld, dan raad ik je aan om die eruit te halen. Maar ben je al wat spelletjes gewoon, dan zou je ze ook perfecter kunnen inlaten voor het eerste spel. In ieder geval, schuffel de stapel van kaarten die je dan nog over hebt en leg er 5 open. In het midden van de tafel. Neem dan de 6 startkaarten met hetzelfde spelersicoontje in de rechterbovenhoek. Schuffel deze en maak daar een stapel van links van jouw bordje. Bovendien start iedere speler ook nog met 2 tegels. Een A en een B tegel die je hier beneden aan jouw bordje kan invoegen. Tenzij je solo speelt, ga je dit allemaal niet nodig hebben. Dus dat ga ik even aan de kant leggen. En dan geven we deze paddenstoel ook nog aan de speler die het meest fan is van paddenstoelen, om ze op te eten natuurlijk. En dat wordt dan de startspeler. Om aan het spel te starten gaat iedere speler nog 3 van zijn handkaarten van zijn stapel rapen. En daar mag hij zelf naar kijken, maar die gaat dat voorlopig niet delen met zijn tegenstanders. En dan kunnen we aan het spel beginnen. Jouw doel in Mycelia is om als eerste speler deze 20 dauwdruppeltjes van jouw bord te kunnen verwijderen en toe te voegen aan de tempel van de bosgodin. Enkel de speler die dit als snelste doet, wint het spel. Er worden geen punten geteld. We spelen beurtelings in de loop van het spel. Er zijn geen rondes. En tijdens jouw beurt ga je
jouw drie kaarten spelen op een volgorde die je zelf kiest. En je voert altijd uit wat erop staat. Als je ze niet kan uitvoeren, mag je ze ook niet op handen houden. Iedere kaart die je speelt, komt vrijwel meteen op jouw aflegstapel te liggen. En moest je hier niet bekend mee zijn, dit principe is een deckbuilder, want niet alleen ga je ze afleggen, je gaat ook kaartjes bijkopen in de loop van het spel die ook hierop geraken. En als eenmaal deze stapel leeg is, gaan we die allemaal schuffelen, ook inclusief de nieuwe kaartjes die we hebben verkregen. En dan hebben we terug een nieuwe trekstapel. En dat heet dan deckbuilden, omdat je jouw stapel met kaarten gaat aanpassen, manipuleren. En uiteindelijk gaat iedereen iets anders hebben, ook al begin je met dezelfde basis. Dus nogmaals, drie kaarten heb je telkens op handen. Je gaat ze uitvoeren. Laten we dat even voordoen. Deze zijn nu gemakkelijk. Dus dit wil zeggen, als er een blaadje op staat, dan neem ik zoveel blaadjes als aangegeven. We starten zonder blaadjes. Dus dit is mijn eerste blaadje. Dan kan ik bijvoorbeeld deze spelen. Hier krijg ik zelfs twee blaadjes van. Maar als we telkens wanneer we dit symbool zien, wil dat zeggen dat onze medespelers, onze tegenstanders eigenlijk, ook iets krijgen. En in dit geval is het een blaadje. Dus iedere speler die meedoet buiten mezelf neemt ook nog eens dat blaadje. En wat ook vaak gaat voorkomen is dat we onze dauwdruppeltjes kunnen gaan bewegen. Maar enkel als ze de juiste achtergrond hebben in dit geval. Hier moeten ze op mos liggen. En dus kan ik horizontaal, verticaal deze gaan bewegen. Waarschijnlijk dichter naar het portaal toe, want het portaal zorgt ervoor dat ze naar de tempel geraken. Wat ik ook zou kunnen doen is van hier eentje bewegen naar het portaal. Iedere keer wanneer je dat doet, of wanneer je op een andere manier door deze kruisjes die je op sommige kaarten ziet verschijnen, als je de dauwdruppeltjes gaat verwijderen, dan leg je ze nog even naast jouw bordje. En op het einde van je beurt, als je jouw drie kaarten hebt uitgevoerd, eventueel in de volgende stap nieuwe kaart hebt gekocht, nu voor drie kan ik hier niets kopen, dan ga ik deze druppeltjes op deze shrine leggen. En ik begin dus hier waar de pijl staat. En zo gaan we langzaamaan toewerken naar de dobbelsteen, het witte vak, of het wit omringde vak dat ernaast staat. Zorg voor een bepaalde gebeurtenis waar ik het zo dadelijk over ga hebben. Een vrij spectaculaire gebeurtenis. Stel dat je toch voldoende budget hebt, dan mag je eigenlijk zoveel kaarten kopen als je kan betalen. Dus ik kan nu voor 6 deze kopen bijvoorbeeld. Iedere kaart die je koopt, komt meteen van boven op je stapel te liggen. En dan zou ik, deze wordt nog niet aangevuld. Maar dan kan ik bijvoorbeeld nog eentje kopen voor 6. En pas op het einde van je beurt, in de laatste stap, ga je eigenlijk dit allemaal aanvullen totdat er weer 5 liggen. In jouw beurt mag je ook nog jouw tegelacties doen. Eenmaal. En dat kost ook iets. In dit geval kost het 1 blaadje. Als ik dat afgeef, mag ik zeggen, deze rij staat me niet aan. Ik wil gewoon 5 nieuwe kaarten. Dus dan gaan deze allemaal naar de open aflegstapel. En er komen 5 nieuwe kaarten te liggen. Daarna draai ik die om. Om te onthouden dat ik deze al heb gebruikt, deze beurt. En op het einde van mijn beurt mag ik die ook terugdraaien. Hetzelfde geldt voor deze, alleen kost deze 3. En daarbij mag ik 1 van deze dauwdruppeltjes bewegen. En er staat geen gekleurde achtergrond, dus dan mag ik kiezen op welke achtergrond. Ik ga ook al even zeggen, iedere gekleurde achtergrond, de blaadjes, de mossen en het water komt voor in jouw startdeck en in de kaarten nogmaals. Maar de achtergrond met de aarde, die gaan we nooit terugvinden. Die kan je dus enkel bewegen wanneer de achtergrond zoals deze hier niet gekleurd is. Dus nadat je jouw 3 handkaarten hebt gespeeld, nadat je eventueel een aantal helden hebt bijgekocht en bovenop jouw trekstapel hebt gelegd, en nadat je eventueel 1 of meerdere tegels hebt gebruikt deze ronde, gaan we over naar het einde van jouw beurt. En dat is het moment dat we deze gaan aanvullen tot 5. Dan gaan we ook een keertje kijken of we hier op de tempel tot aan de dobbelsteen zijn geraakt. Stel dat ik op het einde van mijn beurt 3 van deze dauwdruppeltjes van mijn bord heb gehaald. Ik heb dat nu niet gedaan, maar stel. Dan ga ik dus eigenlijk maximum vullen tot aan de dobbelsteen. Dus aan het witte veld naast de dobbelsteen. Alle overschot die gaat terug naar de voorraad. En dan gaat er iets magisch gebeuren. Namelijk, we gaan draaien aan het wiel. Zo. Totdat we eigenlijk terug zijn bij het begin. En dan hebben we dus eigenlijk deze dauwdruppeltjes verwijderd zonder veel problemen. En de dobbelsteen is ook ineens gerold. En deze dobbelsteen gaan we nodig hebben om te kijken naar dit bordje. Om te ontdekken
waar dat er nu dauwdruppels op ons bord bijkomen, dat is altijd op één of twee plaatsen. In dit geval hier, waar de dennenboom staat. Dus hier op dit vak komt er dan eentje bij te liggen. Er is geen maximum van het aantal dauwdruppels dat op één veld kan liggen trouwens. Daarna draaien we dit kaartje om naar de achterkant. De rest van de dauwdruppeltjes die gaan terug naar de voorraad, tenminste als iedere speler heeft aangevuld. Dus dat geldt voor iedere speler, niet alleen de actieve speler. En dan is de volgende speler aan de beurt. Dus je controleert dat enkel op het einde van iemands beurt, wanneer je de dauwdruppels naast jouw bordje op de tempel gaat leggen. Als laatste stap in jouw beurt ga je gewoon 3 handkaarten bijrapen. Eventueel zijn dat de kaarten die je zo net hebt bijgekocht. Nu, er is 1 uitzondering op deze regel. Stel dat iemand zijn bord volledig heeft leeggemaakt en daarna met het leggen van de dauwdruppeltjes op de tempel ervoor zorgt dat we tot aan de dobbelsteen komen, dan wordt er niet meer gedraaid. Wanneer het bord van een speler volledig leeg is, kan er dus niet meer iets bij komen, maar de ronde wordt nog wel afgemaakt. Want iedereen moet evenveel beurten hebben gehad en dat zien we dus aan deze paddenstoel. Wanneer meerdere spelers in dezelfde beurt al hun dauwdruppels kunnen verwijderen, dan gaan we kijken naar wie de meeste bladeren heeft, een soort van inkomsten in het spel. Indien ook dat gelijk is, dan blijft het een gelijkspel en deel jullie de overwinning. Laten we nog een keertje kijken naar een aantal symbolen die op de kaarten voorkomen. Degene die ook hier staan opgesomd. De basiskaarten hebben we gezien, denk ik. Die zijn vrij simpel. Dus beweeg iets of neem blaadjes. En dan hebben we dit soort kaarten. Hier staan gekleurde dauwdruppeltjes op, maar ook zo van die half doorzichtige. Het aantal afgebeelde gekleurde dauwdruppels is het minimum aantal dat moet aanwezig zijn voor de actie kunnen te laten doorgaan. Dus hier moet er minstens eentje liggen op een veld dat mos is. Dus ik kan dit nemen, ik kan dit nemen. Terwijl als ik voor deze zou gaan, hier moeten er minstens 2 zijn, want er zijn er 2 donker. Dus dat kan ik op geen enkel veld uitvoeren. Maar dit wil dus zeggen dat je een veld van minstens 1, daar mag je er tot 3 verwijderen. Dus als er 3 liggen, des te beter. Dan kan ik gewoon zeggen, deze 3, die gaan naast mijn bord te komen te liggen en die zo dadelijk worden die naar de tempel gebracht. Ligt er maar eentje, dan kan je die nog altijd uitvoeren, geen probleem. We hebben ook kaarten waarop het kevertje staat, hier beneden in een rechterhoek van een vak. Dus dat wil zeggen dat het exact is. Normaal is het altijd wat staat afgebeeld of meer, tenzij die kever daar staat. Dus in dit geval moet je een veld kiezen waar exact 1 dauwdruppeltje ligt. Bijvoorbeeld, laten we zeggen, dit veld. En in ieder orthogonaal aangrenzend veld mag je 1 dauwdruppel verwijderen, maar ze zijn allemaal doorzichtig, dus je moet het nergens verwijderen. Dus je mag ook minder. Daarom dat het zo staat afgebeeld. Dus hier mag ik eentje en hier mag ik eentje verwijderen in dit geval. Als ik dit vak zou gekozen hebben. We hebben ook de mogelijkheid soms om kaarten te verwijderen uit onze aflegstapel. Dus het is altijd uit de aflegstapel en je mag zo ver graven als je maar wil. Dus ik wil deze startkaart misschien niet meer hebben. Dan kan ik die met deze actie eruit gooien. Nu, bij de uitbreidingskaarten zitten ook wat moeilijkere acties die ik nu ondertussen al deels heb besproken. Maar er is nog iets extra dat hier van boven links aan de kaart staat. Hier zie je het ook. Dat is eenmalig uit te voeren op het moment dat je de kaart koopt. Je kan het niet uitstellen tot een later moment. In dit geval wil het zeggen dat al jouw tegenstanders opnieuw 2 extra blaadjes krijgen. Omdat dit gewoonweg een goede kaart is voor deze prijs. En dan hebben we ook van die dingen. Dit wil zeggen dat ik de eettegel mag toevoegen. Vandaar dat we dus nog tal van extra componenten hebben om te gebruiken in het spel. Dit is de eettegel, dus dan kan ik die hier gewoon bijleggen. En die kan ik dus ook iedere beurt gebruiken. Net zoals de andere, maar daar komt ook altijd een kost bij kijken. In dit geval 3 voor een kaart te elimineren. We hebben ook nog de D-tegel en de C-tegel. Als je die zou hebben liggen, mag je voor 3 munten op een veld waar minstens eentje ligt, mag je er 2 bewegen naar eventueel verschillende richtingen. Maar ze moeten wel op hetzelfde veld liggen. En dan hebben we hier ook zelfs nog extra portalen. Het zou dus kunnen met een bepaalde kaart dat jij ergens een portaal kan bijcreëren, zodat het gemakkelijker wordt om alles naar buiten te sjouwen. Er zijn kaarten met een N op, dan voer je beide uit indien mogelijk. Er zijn kaarten ook met een slash tussen beide dingen die staan genoteerd op de kaart.
En natuurlijk vind ik die nu niet om het voorbeeld te geven. Hier, kijk, een slash. Dus dan moet je kiezen. Iedere beurt kan je kiezen of je twee blaadjes bij krijgt of een kaart verwijdert. Deze ook bijvoorbeeld. 3 keer mag ik een waterdauwdruppel verplaatsen. Wel, dat kan bijvoorbeeld deze 1 keer zijn. Dan deze 1 keer en dan nog eens 1 keer. Maar net zo goed kan ik als laatste beweging dit doen. Dus daar ligt verder geen beperking op. Dus deze ja, verwijdert op een blaadjesveld een dauwdruppeltje. En op een naburig veld, bijvoorbeeld hier of daar. Dat hoeft dus niet aan de rechterkant te zijn. Dat kan eigenlijk gedraaid worden zoals je wil. Maar dan ga ik dus ook eentje verplaatsen naar een richting naar keuze. Weer niet diagonaal opnieuw. Ik denk dat we dan alles een beetje gehad hebben wat betreft de opties op deze kaarten. Maar moest je toch nog vragen hebben hierover, je mag ze altijd gerust stellen. Zo, en dat is dus hoe je Mycelia speelt. Bedankt voor het kijken, abonneer en dan zie ik je volgende keer weer. Bye bye.